dat vindt Luxie juist zo. Kunnen we eraan? Jij neemt een keizer er weer weg. Ik zeg eens, maar. Dit zwembadje is een lange badje. In deze? Ja! Luxie, kijk. Is dat een lekker badje? Geef maar een schuld aan mama's. Zonder is altijd lekker. Wat een lekker weertje. Ja! In het zwembad? Wat is normaal? 21 september moet je. Een hele goede morgen. We mogen, hè? Wij zijn de. Wij zijn de. Bellinga's. Familievloggers. En jou? Het is maandagochtend. Ik zit hier al met prinses Lucilla en prinses Luxie aan het ontbijt. En we hebben gezellig gekeken. En prinsje Luan is zich boven nog aan het uitleiden. Met mama. Niemand. Ze zijn weer heel erg schattig. Het is prachtig. Ik heb de kaars aan. Even lekker ontbijten. Hé, hey, Lucilla. Ik heb ook een schooltas op, hè? Met een appeltje en broodje boter. Maar was het goed? Zeg maar Luan. Luan, mama. Zeg maar, aan tafel. Aan tafel. Schatjes. En goedemorgen, Luan. Lekker slapen, jongen. Hé, hey, we hebben een uitdaging. Vertel eens, gisteren moest je douchen met... In het koude water. Koud water, ja. Onze kachel, kijk. Of kachel, zeg maar. Ons warm water en vloerverwarming en zonnepanelensysteem is ermee opgehouden. Dus jullie hadden gisteravond een koude douche. Ja. Voor het slapen gaan. Hoe was die koude douche? Nou, het viel me mee, maar het is niet zo fijn. Nee, ik ga de monteur bellen. In de hoop dat hij weer gemaakt is voor vanavond. Ja. Even ijskoud. Ja. Papa heeft gisteren ook voor het slapen gaan koud gedoucht. En woezelt die wel niet? Woezelt nou een koude douche? Geef mij een portie maar een fikkie. Ik douche zo lang een keertje niet. Nou, kinderen, we zeggen lekker aan tafel. En dan op naar school. En kijk eens wie daar is. Daar is mijn liefste. Goedemorgen. Nou, Luan is ook beneden. Ik heb de kasteelkaarsjes aangezet, prinses en prins. Zien jullie dat? Daar is Woezeltje. Goedemorgen, Woezel. Even lekker wandelen. En daar is Pipje. Goedemorgen, Pipje. Ook even lekker wandelen. Heel veel plezier op school. Hup, we gaan maar lekker in de bakfiets. Papa, doet jullie even snel met de bakfiets heen en weer. Wil je niet op je eigen fiets, u? Nee. Nee, we hebben de tijd niet voor. Een beetje later. Nou, daar heb ik tijd wel voor, maar dat is een beetje koud. Vind je te koud? Is nog een beetje frisjes. Nee, kijk even. Oh. Papa, het is kwart voor acht. Nee. Kwart over acht. Kwart over acht. Ja, kwart over acht. Zo, wij hebben er een effectief ochtendje op zitten. We hebben even wat gewerkt. Yes. Vanochtend, Luc ziet lekker dwarrelen om ons heen, maar het is weer lekker weer vandaag. Dus, wat zeiden we nou? Laten we even met Luxie lekker een wandelingetje gaan maken. En Luxie heeft vandaag een hele mooie jurk aan. Luxie is op het moment helemaal in de ban van jurkjes. En haar eigen zomerjurkjes die worden een beetje korter. En iedere keer wil ze jurk van Lucilla aan. Vanochtend mocht ze wat uitzoeken van Lucilla. Lucilla zei, kom maar wat uitzoeken. En dit is wat ze dus zelf heeft uitgezocht. Laat jouw mooie jurkje zien, Lux. Wauw, kijk eens wat een mooie jurk. Hij is natuurlijk wel een beetje aan de grote kant. Maar dat vindt Luxie juist wel leuk, omdat hij dan zo lang is, hè. Het is een kerstjurkje nog van Lucilla, die in de kast hing. En Luxie wou deze aan, hè, liefie? Ja, jij wou deze aan. Nou, ik vind hem jou hartstikke mooi staan, hoor. Hey, ga je lekker mee een wandelingetje doen? Met papa en mama? Ja? Ja, jij wil even je schoenen aan, ja. Kijk eens, die had ik al hier neergezet. Kan je die zelf aan doen of moet mama jou helpen? Mama helpen? Goed zo. Oh, kijk. Luxie. Ons bloemetje met het bloemetje. Lekker bloemetje ben jij. Nou. De kachel is ook weer gemaakt. Ik heb gebeld. Top. Die kon het aan de telefoon met de juffrouw zelf weer doen. Nou, dat is goed. Vanavond een warm water in bad. Ik had de stroom van huis af gehad. Dus was eraf gesprongen. Ah. Dus dan moest die kap eraf aan en knopje omzetten. Kijk, zo leer je nog eens wat. Nou, het is echt een super lekker weertje vandaag. Ja, we gaan serieus wandelen. Dus we gaan een serieuze wandeling maken, zo papa. Dus dan loopschoenen aan. Wandelschoenen aan. En ze stappen tellen aan, hè? Ja, we moeten 10.000 stappen aan. Ja. Ik heb mijn windjackje aangetrokken, maar die kan gewoon uit, joh. Echt waar, serieus. Ik ga gewoon lekker speedwalken zonder jas. En dat op 21 september. Och, we hebben hem gevonden. We zochten de hondenriem. Nou, zonder jas, rondje speedwalken met 10.000 stappen.
Ja, ik heb hem aan, maar ik teken hem uit. Zo, en Luxie wil de kinderwagen duwen met Popje erin. Ja. Oh, dat is fijn, bocht sturen duwen. Oeh, ja. Jong geleerd is al gedaan. Zullen we wat lager zetten? Oh, kijk. Ja. Dat werkt beter. Beter. Nou, kunnen wij hand in hand achteraan lopen. Goed zo. Moet je huppelen? Ja. Ja, goed zo. Dag. Oh. En nu? Mama helpen? Zo, kijk, ze heeft haar veertje in de kinderwagen gelegd. Maar weer duwen. Mama, mama, ja. Mama helpen? Oké. Okay. Zo. Oh. Oh. Beetje mooie lange prinsessenjurk. Nou, heb je die zelf uitgezocht? Ja. Bij Silla. Niet mooi, nee. Voor deze wel mooi. Ja. Ja, ik vind hem ook heel mooi hoor. Dag Luxie. Ja. Zo, in de pas. Hebben we er volgens mij aardig wat 100 stapjes op zitten. Gaan wij naar Westerveld. Wat is het hier? Toch mooi. Luxie slaapt. Het gras is nat, dus wij gaan hier even lekker zitten, hè. Het mooiste, hoogste puntje van de Westerveldse berg. Terwijl Luxie even lekker haar slaapje doet in de kinderwagen, zitten wij hier eventjes lekker een koekje te eten op deze mooie berg. Ik heb de stappen teller aangezet, maar dit gaat snel. Hoeveel kilometer is dat? We hebben al 8562 stappen gezet en ik wou dat 10.000. Zeg, hoeveel kilometer is kilometer? Dat? 7,2 kilometer. Nee, maar we hebben geen 7 kilometer gelopen. Ja, 7,2 kilometer. 7 kilometer? Nee. 7,2 kilometer. Echt? En je hebt er nu 2 uur over gedaan. Oké. Okay. Dus ja, een rondje van 7 kilometer. Lekker een wandelingetje. Ja, we hebben 657 calorieën verbrand. Eet ik er nu weer aan. Jij neemt een koekje, ik niet. Ik neem een flesje. Water. Water. En kijk eens wie er weer wakker is, Luxie. Hey, heb je een lekker slaapje gedaan? Nou, wij zijn weer aan ons terugwegje begonnen. Oh, en van de bult af ging een stuk makkelijker. En Luxie is er wakker, Lux. Wij wandelen weer naar huis. Maar nog niet helemaal. En we zijn weer thuis, Luxie. Heel heftig. Je hebt de zwemkleding gaan hier in de toilet liggen, Luxie. Ja. En Luxie, wat ga jij eten dan? Lekker krijgertje met smeerborst. Ja. Yummy. En papa en mama deden een lekkere salade met mozzarella. Ik zeg, eet smakelijk. Zo jongens, jeetje, het is nog super warm vandaag opeens. Dus mama, Luxie, heeft een idee. Wil je weten wat mama voor een idee heeft? Ja. Zullen wij een zwembadje op gaan zetten buiten in de tuin? Ja. Ja, lijkt je dat leuk? Als Luan en Luzella straks van school komen, dat er opeens een zwembadje in de tuin staat? Ja, zoals jullie weten, hebben we ons grote zwembad in de achtertuin al opgeruimd. Want het was echt koud water. Het is ook niet meer zo lekker buiten. Het werd al wat minder weer. Maar het is nu zo lekker weer. En super warm. En heel grappig, onze tuin ligt op het zuiden. Op die tuin ligt op het zuiden, die op het noorden. Dus de zon, omdat het nu eind september begint te worden, begint de zon niet meer zoveel in onze achtertuin te schijnen. Ik doe het niet dan maar. Dus de zon is heel veel in de voortuin. En ja, ons zwembad stond dus eerst hier. En je ziet dus nu hebben we hier eigenlijk alleen maar schaduw. En helemaal op het einde een heel klein beetje zon. Dus hier is het niet zo heel erg warm als aan de voorkant. Maar aan de voorkant is het wel heel erg warm. En ja, dat hele grote zwembad opnieuw opzetten, dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon even een klein badje op te zetten. We hadden nog dat hondenbadje. Waar Luxie ook zo graag in speelde. En die heb ik zo opgezet. Ik kan er gewoon een beetje water in doen. En dan zet ik dat aan de voorkant lekker in de tuin. Waar nu dus heel veel zon is en het bloedje heet is. Als dan straks de kinderen thuis komen. Dan een verrassing. Dan hebben we alsnog een zwembadje in de tuin. Kunnen ze daar nog even lekker in spetteren. Alleen nou heeft Daniel de schuur opgeruimd. Zo goed opgeruimd dat ik even niet meer weet waar hij dat zwembadje heeft neergelegd. Maar goed. Ik ga eens even kijken. En dan ga ik eens even kijken of ik een lekker zwembadje kan opzetten. Ik vond het op zich nog wel een goed idee van mezelf. Dus even kijken hoor. Kijk, ja, daar heb ik hem. Deze. Dit zwembadje is namelijk gewoon zo super makkelijk op te zetten. Je klapt hem uit en hij staat. Hoef je niks op te blazen al. Even kijken. Zo. Dan nemen we deze even mee. Een doosje laten we hier. Kijk, dan ga ik deze even opzetten. Kijk eens, ik heb dit zwembadje. Zullen we die op gaan zetten? Ja. Dat is wel een leuk idee, hè? Kom, maar wel hier.
Want kijk, daar is dus een beetje veel schaduw. Daarentegen hier, hier is de tuin op het zuiden, is echt ontzettend veel zon. Kijk, en dan gaan we deze eventjes hier neerzetten. Gaan we ja. hier nog even lekker een spatterbadje maken. Ja. Dat is een goed idee, hè? Goed idee. We hebben hier weer een emmertje. Even een parasolletje erboven gezet voor de ergste hitte. Nou, Lux. Kijk eens, is Semi minder alleen aan het zwemmen? Oeh, dat is lekker. Dat wordt een lange badje. Ja hoor, doe er maar in. Zetten de eentjes er ook in? Ja. Goed zo. Ja, zetten we de glijbaan erin. Ja. Zo. Kijk. Ik weet niet of het helemaal gaat, dit. Wordt wel een heel kort badje, Luxie. Nou, probeer maar. Ik weet niet of het gaat lukken. 1, 2. Ja! Zit je erin? Ja. Pas net, liefie. Jij past er net in. 1, 2. Ging je onder water? 1, 2. Oei! Is het lekker water? Ja. Jawel, hè? Jawel. In het ene? Schotig. Goed zo. Ja? Oké. Okay. Nou, ik heb inmiddels ook mijn badpak aangetrokken. Want ja, het is toch wel heel erg lekker. En ik kon het niet laten toch ook wel heel eventjes een duik te nemen. Daniel die gaat even de kinderen ophalen van school. En die zullen wel heel erg verrast zijn als ze straks thuis komen. En er staat een zwembadje in de tuin. Want dat verwachten ze natuurlijk niet. Hé, hey, Luxie, zit je er lekker in? Ja. Mag mama erbij komen? Mag. Ja, mag. Oh, mag. Nou, dan komt mama erbij. Goed. Mama, hier van de glijbaan? Ja. Ja, zo? Inderdaad. Ja. Oké, nou. Ik ben benieuwd. Ik denk dat mama een beetje te dikke billetjes heeft. Ja. 1, 2. Dat was lekker. Oh, lekker padje. Mama zit even met zijn Nou, daar komt Luxie weer hoor. Doe maar wat jij wil. 1, 2. Luxie. Goed zo. Wauw, dat was een mooie duik. Dat was een mooie duik. Ja? Ja. Dit is hier een beetje nat, hè? Ja, dat trekt wel weer in de grond. Nou, ja, mama gaat kijken. Ja, waar? Die pilletjes, 1, 2. Goed zo. Ups, hij is al onder water. Goed zo, die was mooi. Mooie duik. Hele mooie duik. Heb je een eend? Heb je een eendje? Ja? Ga je nog een keer? Er ligt allemaal water op de grond, hè? Van jou gespetter.
Duik. Oh, niks. Goed zo. Volgens mij hebben we hier een lek. Zie je dat? Kijk, er zit een lek in het zwembad. Daarom is het hier zo ontzettend nat. Oh jee. Het zwembad is lek. Kijk, het water gaat eruit. Uh-oh. Uh-oh. Ik doe het. Oh, kijk, een lek. Luxie, kijk. Dan gaat al het water eruit. Wacht even, mama moet even iets doen. Ja, ik weet niet wat ik kan doen. Al het water loopt eruit, liefie. Mama, je dicht houden. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nou moet doen. Een idee. Wat voor een idee? Wat voor een idee heb je? Handjes in de zij. Wat voor een idee? Een doek erin? Ja. Een stopje erin? Ja. Dat is op zich best een goed idee, maar ik weet niet of dat genoeg zou zijn. Want kijk, het is best wel een heel groot gat. Oh, dat is wel zonde. Zie je dat? En mama, joppen. Ja. Papa is er niet. Papa is nu al naar de Lucilla ophalen van school. Hé. Hey. Oh. Even denken. Nou ja, daar kun je die vel aan doen. Ja. Heb je een klein fonteintje nou? Ja? Ja? Een doek. Doek. Oh nee, doe maar niet de handdoek. De handdoek wordt dan heel nat, schatje. En het water gaat door de handdoek heen. Dus dat heeft niet zoveel zin. We moeten hem plakken, maar je kunt hem niet zomaar plakken. Wat moeten we nou doen? Nog een idee. Nog een idee? Ja, papa is er nog niet. Papa komt zo thuis. Ja, is hij kapot? Papa roepen. Ja, maar papa hoort ons niet. Papa die is Leon de Cilla ophalen. Ja, wil je er? Je mag er wel in hoor. Nu zit er nog water in. Zometeen zit er geen water meer in. Er ligt al het water hier omheen. Gelukkig zakt het allemaal in de grond. Want die zit gewoon grond onder. Dat is dan wel een beetje jammer. Komen Leon en Lucilla thuis? Is dat zwembadje lek? Zit er geen water in het zwembadje? Dus ik ga eens even kijken. Misschien dat we ergens nog een ander opblaasbadje hebben. Niet zo heel grote. Dus ik ga eens even kijken of we nog wat in de schuur hebben liggen. Of we daar misschien nog even een klein zwembadje voor kunnen maken. Want ik denk dat Leon en Lucilla het ook nog wel lekker vinden. Aangezien het zo lekker weer is vandaag. Ja, ik heb wel die grote. Waarom nou die? Kijk. Ik heb natuurlijk nog wel deze daar liggen. Maar om die nu helemaal op te gaan zetten. Weet ik ook niet. Volgens mij gaat namelijk het weer van de week weer echt naar beneden. Dan wordt het echt herfst. Heb ik hem net helemaal opgezet. Maar we hadden er ook nog een kleine badje. Waar is die dan? Of is die ook lekker weggegooid? Ik ga even zoeken, jongens. Ja, nou heb ik hier wel een badje, maar dat is wel weer een heel klein badje. Hier heeft Lucilla nog in gezeten toen ze echt een heel klein babytje was. Kijk, het is een heel klein... Echt een heel klein badje. Nou ja, misschien kan ik deze nog even opblazen. Beter iets dan iets. Zeggen we maar. Een heel erg klein badje. Zelfs voor Luxie is dit echt een heel klein badje. Ik ga gewoon even kijken, jongens, op weer online hoe ver het weer nog lekker blijft. Als het nou wel een paar dagen lekker is, dan zou ik het zwembadje eventueel nog wel op kunnen zetten. Maar als het morgen weer meteen terugvalt, dan is het natuurlijk een beetje zonde van al mijn moeite. Ja! Dit is de weersverwachting voor de komende week. Ik kan het erop gokken dat ik nog twee dagen, dat we nog twee dagen kunnen genieten van het zwembadje. Vandaag, morgen en misschien nog overmorgen. Zal ik de andere zwemmen met je opzetten? Ja, papa ziet me al aankomen. Ja, die mooie! Zullen we deze maar gewoon doen dan? Ik had toch nog zo'n ander zwembadje? Gewoon zo'n simpele ronde, jongens. Kijk eens, neem die maar vast mee. Ja, ik ga toch nog even zoeken of ik die andere heb. Luxie, jij zet die vast op, hè? Kijk, dit is voor Luxie ook een heel klein badje. Neem maar mee naar buiten. Neem maar mee, schatje. Ja, moet daar water in, ja. Ja. Even kijken, als we nou dat zwembadje hieronder zetten. Kom eens hier, liefie. Ja. Kijk, dan hebben we misschien een idee. Zo, waar gaat het water eruit? Daar. Doen we zo. En dan kijk, gaat het daarin. Snap je? Oh, hoppatee. Kijk, dan loopt het door dat gat. In dat zwembadje.
Zie je dat? Hé, hey, zwembadje. Nou, wel een heel kleintje. Hier kan ook nog een beetje in. Was even aan de kant, hier. Kijk, zo, hier nog een beetje erin. 1, 2. Zo. Hoppatee. Zo, kijk. Luxie past er precies in. Dat is mooi. Lekker, hè? Is wel een lekker badje? Ja? Maar daar kan je speeltjes in doen. Kijk, daar kan je de speeltjes in doen. Zie je dat? Kan je de balletjes in doen. Ja, doe die, dan, ja, doe die maar erin. Een stembadje liggen. Of niet? Kijk, als het weer... Ja! Nee, hier liggen ook geen zwembadjes meer. Gaat het goed? Ja, dat is goed hoor. Au! Oh, stoot op mijn hoofd. Oh. Nou, ja, kijk, dit is een zwembad, jongens. Oh, ik moet niet te hard trekken dat deze ook lek trekt. Maar kijk, deze bedoel ik. Die kan ik nog wel even opzetten. Een iets groter badje. Oh. Ja. Nou, blaas er deze even op, hè, Lux? Ja. Goed zo. Hey, Luan. Zitten jullie in het hele kleine badje? Ja, nou ja, dat badje is lek gegaan. Ja, echt. Ja, dus nu hebben we alleen nog maar dat badje. Ik denk door het glijbaantje, denk ik. Hé, hey, Lucella. Hallo. Was het leuk op school? Kijk, hij is hier. Hier is hij lek gegaan, zie je dat? Mama is met een billetje erin. Dus ja, geef maar een schuld aan mama zijn billetjes. Ja. En mama ging van de glijbaan en toen ging het niet goed. Nee, mag wel lekker inspelen. Hé, hey, maar kijk eens binnen wat ik in het opblazen ben. Mama. Een grote. Kijk, die vond ik ook nog. Dus ik denk, ik kan Luan en Lucilla niet teleurstellen. Ik maak even een groot zwembadje voor jullie. Dat is wel lekker, hè? En daar kan mama ook in. Ja, daar kan mama er ook bij in. Dus ga maar lekker jullie badpakjes aandoen, goed? En zwembroeken. Ja? Nee, mooie tekening. Van Floor. Ik heb een vriendenboekje. Van Floor. Mooi, liefie. Ja. Oh, en? En ik ben het armbandje helaas. Ben je hem verloren? Oh, maar ik heb weer nieuwe touwtjes gekocht. Kunnen we weer nieuwe maken? Nou, die was vergeten om het afscheidsdrukkessel te geven. Kijk, Luan. Oh, heb je dat op school gekregen? Fijn dat je er was. Groetjes Nout. Oh, wat er lief. Er zit ook lekkere, lekkere dingetjes in. Oh, lief fijn dat je er was. Oeh, allemaal lekkere snoepjes. Nou, oh. Ik strik je er even uit. Nou, fijn dat jullie weer thuis zijn, kinderen. Yes. Weer even wat water in het emmertje. Lucilla heeft inmiddels ook al de bikini aan. En we hebben het grote zwembad neergezet. Nou ja, grote, dit grotere zwembad. En dat zwembadje maar even erin gezet, hè, Lux? Waarom? Gaan we hier... Ja, dat zwembadje had ik net gevuld met het water uit het andere zwembadje. En Lux, je vindt het wel lekker, hè, liefie? Ja. Nou, je kan er alvast in, Sil. Oh, zit deze niet goed? Even je topje goed. Zo, nou... Spring er maar in. Zo. Hij is nog niet heel diep. Hey, maar Lucilla, weet je dat jij in dit badje hebt geswommen toen jij baby was? Nee. Zo lang hebben we dit badje al. Ja. Dit badje is al heel oud. Dat kleine badje wel, ja. Maar dat is ook wel een heel klein badje. Ja, jij ook. Jij hebt er ook in gezeten toen je zo klein was. Ja. Ja. Bij het bootje en op de camping. Weet je het nog? In het bos. Wie wat bewaart je? Mensen die onze vlog al heel lang kennen, die herkennen dat bootje. Dat badje misschien nog wel. Ja, ik wil even terugkijken. Maar even ja, ik weet niet precies. Hoi jongens. 1, 2. Lekker warm. Lekker warm. Hey, ben Lucilla. Papa heeft wel het warm water weer gemaakt. Voel je dat? Ja. Geen koude douche meer, hè, zoals gisteren. Ja. Nou. Lekker zwater. Ja, ja. Oh. Ja. Hey, kijk, schat. Zullen we die er even uithalen? Ja. Zo, kijk. We zetten weer de lichter dan een bodempje in. Mama. Lekker, hè?
Lekker chillen. Dat hadden we niet gedacht in september, hè? Mama. We dachten de zomer is al voorbij, maar... Mama. Ja, liefie. Kijk. Ik kijk. Mama. Goed zo. Oh, lekker, hè, Sil? Oh, lekker. Mama, kijk. Ja, ik kijk ook naar jou. 1, 2, 3. Oh. Mama, niet. 1, 2, 3. Ik zie je. Goed zo! Oh, even het gegatje. Ah, sparteltje. Kijk, kijk, kijk! 1, 2. Ah, niks. Mama. Ja, liefie. Als we uit deze lekkere bak gaan, mogen we dan lekker ijsje in de zon eten. Dat is misschien nog wel even lekker. Ja. Een ijsje, hè? Ja, maar ik weet niet of het de laatste wordt. Morgen wordt het nog steeds zo weer. En dan, daarna is het afgelopen. Dan begint echt de herfst, denk ik. Maar goed, we weten het nooit in Nederland, hè? Want wie had dit nou nog gedacht, jongens? Eens kijken. Wat een lekker weertje. Ja, Lucilla die krijgt wel een spontane bloedneus. Dan is er in principe niks aan de hand. Heeft ze ook op school wel eens als ze heel veel speelt. En dan gaat opeens haar bloedneus gaat dan bloeden. Maar het doet niet pijn of zo. Alleen het is gewoon heel vervelend. En liefie? Even goed, de hand erop houden. En als je zo weer over kan je weer lekker spelen. Goed? Maar dan wel rustig spelen. Ja. Dan gaat mama er zo ook nog in, ja? Gaan we er samen nog in, ja? Ja. Ja? Liefie, liefie toch. Is die bloedneus weer weg? Nou, gaan we even lekker een ijsje pakken, hè? Zoek maar, ja, kom maar een ijsje uitzoeken. Volgens mij hebben we nog wel ijsjes in de vriezer liggen. Ja. Ik zie ook een twister. Nee. Wat wil je dan? Oh, die is ook wel leuk. Een chocolade. Of een aardbeienijsje voor jou. Mama die wil de twister. Welke wil Luxie? Die. Die? Die rode? Die rode. Goed zo. Die is lekker aardbeienijs. Een aardbeetje. Een papiertje even, ja, even een papiertje eraf halen. Ja, mama even open doen. Lekker vind ik vind op. Ja, we gaan lekker waterijsjes. Zo. Laten we lekker een cel in het warme zwembadje zitten met je ijsje. Oh, lekker, lekker. Hou maar vast. Ga maar snel in het zwembad zitten. Dat is lekker, hè? Echt nog even het zomergevoel, jongens. En ze drieën op een rij. In het zwembad. Kwik, kwak, kwak. Kwik, kwak en kwak. Ik ben kwik. Wie is kwek? Wie is kwek? Wie is kwek en wie is kwak? Dit is kwik, dit is kwak. Kwik, kwak en kwak. Is Luxie ja. Kwak? Kwik, kwak en kwak. Ja, kwik, kwak en kwak. Lekker jongens. Ik ben eigenlijk die wat die jij bent, want ik zit eigenlijk altijd in het midden. Ja, dus eigenlijk is Luan kwik, jij kwek maar, en jongens, kwak. Jongens, ik mag een wens doen. Jij mag een wens doen, jongen. Doe dat. Wat wens je? Als je in het midden zit tussen twee meisjes en dan je bent een jongen, mag je een wens doen. Als je een meisje bent en je zit tussen twee jongens, mag je ook een wens doen.
Dat mag je niet vertellen, hè? En niet wensen dat je nog een ijsje wil, hè? Nee, iets veel leukers dat ik... Nou. Geen box, hè? Ja. Mam, dat komt er niet aan. Lekker, Luxie. Iets anders. Ja. Nee, dat kan ik niet. Want die wilt alleen maar JBL-boxen. En waarom? Dat is onze vraag. Want er komt overal hetzelfde geluid uit. Is die lekker, Lux? Maar ze zijn allemaal zo mooi. Oh, je vindt ze gewoon mooi. Luan die spaart boxen. Hé, jongen? Voor je collectie. Ja. Maar voor mama mag het niet meer voor een verjaardag. Nee, je hebt toch genoeg boxen? Ja, schatje. Wat is er? Wat is er? Ik heb meer van andere. Wat is er, Lux? Lekker ijsje? Ja? Koud. Ja, ga maar daar zitten in het zonnetje. Als je in het zonnetje zit en dan in het warme jacuzzi water. Koud? Ja, dan ga maar zitten. Dat is lekker warm aan je billetjes. Koud? Ja. Ik word helemaal van tafeltje. Moet slapen. Laat maar zien. Daar komt Luxie aan. Oh. En bij zo'n heerlijke zomersdag, jongens, horen lekkere pannenkoekjes. Dus ik ben al lekker aan het bakken. Kijk, ik heb hier ook alweer wat gemaakt. En ondertussen zijn de kinderen lekker uit het zwembad. Was het lekker, jongen? Het was heerlijk. Het was heerlijk, hè? Heerlijk. Ik wil ook heerlijk. Luxie ligt hier even lekker in de zon op te drogen, hè, liefie? Nou, en na al dat zwemmen is het tijd voor een pannenkoekdiner. Mm-hmm. Hoe lekker is dat, toch? Hey, ik laat het zwembad nog even staan, want morgen is het volgens mij nog zo'n zonnige dag uit school. Goed? Ja. Ja, kunnen we morgen nog een keer spetteren? Ja. Nou. Eet smakelijk. Ik zeg, bon appétit. Dit is toch niet normaal? 21 september, moet je kijken. Ja. Ik ben weer al even vlog. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik klik mijn belletje op. Zie je morgen weer. Hey, mama! Tot morgen! Tot morgen! Volg je hart, kom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee.